Maarten, zou je een keer een podcast willen maken over Willem Oltmans? Willem Oltmans, ja. Daar hebben we het eerder kort over gehad. Ja. Iemand die is geënthousiasmeerd geraakt en zegt, ik zit nu op YouTube alle interviews van Theo van Gogh met hem te kijken. Over andere, de Club van Rome, de moord op Kennedy, zijn rechtszaak tegen de overheid van 46 jaar met uiteindelijk een schadevergoeding van netto 8 miljoen. Ja, zo is het. Ja, heeft hij nog een penthouse voor gekocht met een prachtige vleugel erin voor zijn vriend en vrij kort daarna is hij overleden. Maar moet hem veel genoegen hebben gedaan dat hij de zaak uiteindelijk gewonnen heeft. En we hadden kinderachtigheden. Terecht is de overheid veroordeeld in deze zaak. Ja, het probleem was natuurlijk een beetje dat Willem Oltmans in allerlei opzichten zo gek als een deur was. Maar dat ik hem wel sympathiek vond. Dat heb je verteld. Ja. Je wilde hem ook een keer aan je vrouw voorstellen. Ja, precies. Ik deed toen mee aan een programma waar hij ook regelmatig aan deelnam. En nou ja, ik vond dat hij wel wat had. Dus had ik tegen mijn vrouw gezegd van, we moeten hem een keer te eten vragen. Ja, mijn vrouw had al gewoon twijfels, geloof ik. Maar goed, en toen ging hij dood. Dus toen was het niet meer aan de orde. Maar is er genoeg gesprekstof om een hele podcast over hem te maken? Nee, dat denk ik niet. Ik wil best nog eens wat iets over hem vertellen. Wat zijn achtergronden waren. En natuurlijk waardoor hij voortdurend het bloed onder de nagels van al die buitenlandse autoriteiten in Nederland treiterde. Dat kan ik me wel voorstellen. En dat hij natuurlijk goed bevriend raakte met Sukarno. Ja, dat lag in Nederland wel een beetje gevoelig. Maar was in allerlei opzichten eigenlijk heel verstandig en leuk dat hij daarin geslaagd is. Dat bereikte je meer dan met die eigenwijze politiek die wij voerden ten aanzien van Nieuw-Guinea.